Hey, tof dat je kijkt. Dit is de route van Heerlen. En Heerlen hoort bij de Parkstadroutes. Daar hebben ze 5 routes liggen. Dit is de meest, laten we zeggen, landelijke route. Het is niet zulk heel mooi weer. Het is gelukkig een beetje droog. En volgens mij zo'n 21 kilometer Zuid-Limburg. Dus hoogtemeters zit denk ik wel goed. En te combineren met nog allemaal andere prachtige routes. Ik ben heel benieuwd. Let's go! Even als je een splitsing hebt naar de andere route. Heerlen is volgens mij het meest zuidelijk. Nu pak je dan Strijdhagen en daar kan je dan naar Landgraaf, Brunsum, Brunsumheide. Dus dat is mooi. Als je de energie genoeg hebt, kan je lekker door meer dan 70 kilometer knallen. Ik maak dit lusje even af, bijna klaar. Let's go.
Goed, dat was Parkstad Heerlen. Ik vind het lastig deze, want ergens is het heel mooi. Mooie stukken landschap, mooie lange afdalingen zoals je van Zuid-Limburg gewend bent. Brede paden voornamelijk, af en toe wat leuke kleine afdalingetjes langs een viaduct of langs een weiland. Dus dat is wel genieten, maar ook wel echt veel door de stad. Wat het voor mij persoonlijk minder aantrekkelijk maakt. De laatste lus die ik reed vond ik een beetje onnodig. Alleen ik snap het wel, er zit een bike store aan. Ik denk dat wel een reden is. En een paar leuke stukjes, maar voornamelijk veel door woonwijk heen. Ik moest vaak ook goed opletten waar ik heen moest, als ik op de bordjes lette. Ze zitten niet altijd op logische plekken of je ziet er snel overheen, waardoor ik een aantal keer echt terug heb moeten rijden of verkeerd ben gereden. Dus rij op navigatie of let heel goed op. Het is een geel bordje met groen. Je rijdt deze route voornamelijk als je lekker hoogtemeters wil pakken, redelijk landelijk wil rijden en door leuke dorpjes wil komen. Maar niet echt voor de technische secties, daar kan je beter die andere routes voor pakken. Goed, dat was hem. Vond je het een leuke video? Geef dan een like. Vergeet niet te abonneren. En ik zie je de volgende keer. Ciao.